60. King is wel zo stabiel dat hij niet... Weet je, hij zal een bepaald niveau houden. Ja, King schiet niet meteen in de vlek hiervan. Maar goed, ook King zal weten van ja, 1-0 achter, ala, dat kan nog gebeuren. Hij zou zich eventueel nog een 2-0 achterstand kunnen permitteren. Maar daarna wordt de druk natuurlijk alleen maar groter en groter. En dus zal King in principe ook gewoon deze set alweer willen pakken. Zat in ieder geval eerder op een finish dan Stompé. Maar... Goed wegzetten nu. Waarom? Een boel eraf halen misschien. Ja, probeer die in ieder geval wel. Het is de hoogste. En de eerste zit er perfect in. De tweede eronder door. Bullseye. Dus blijft dat alleen nog maar gegeven aan Phil Taylor tot nu in dit toernooi. 15. Bullseye en tops ging hij voor. Ja, ik denk nu 15 en bullseye. Hij zit daar lastig voor hoor, die eerste. Daar is lastig omheen. Hij gaat helemaal naar rechts. 65. Ja, dat was de goede manier. Maar hij valt er niet in. Wat even dubbel 19? Nee. Dubbel 8 nu. Ah, dat zijn dan wel dure misses van King. Meteen afstraffen. 17 dubbel 4. Voor een 1-0 voorsprong ook in set 2 moet hij via dubbel 2 komen. 23. Ja, en daar laat Stompé King off de hoek. Geeft hij hem nog een kans om terug te komen. Oeh. En dan verwacht je toch niet dat King nog een keer gaat missen. Die ook helemaal geblokkeerd is bij de dubbel 8. Kijk, die flight van die eerste zit er helemaal voor. Hij gaat naar rechts, maar dan moet het heel ver naar rechts om langs die flight te komen. Bijna niet te doen. Niet te doen. Ja, wie laat wie nou off the hook? Dubbel 1. Rustig toewerken naar dat groene gedeelte, want daar valt het te halen. Ja, ja, en zo. Het is niet zo fraai als wat er allemaal in de eerste set gebeurde, maar who cares? Ook deze is binnen. Zo heeft King nog steeds, ondanks het feit dat hij nu inmiddels al een batterij aan darts met dubbel heeft gehad, nog geen lek gepakt. De eerste dart, hè? Het is zo belangrijk. En die valt gewoon lekker. Ja, drie keer 180. Ook nog een keer 174. Ja, nog een keer 161. Het is niet heel slecht wat Stompé laat zien. King zit nog wel onder zijn gemiddelde te spelen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die dubbels die hij allemaal gemist heeft. Nou, Ko, prima hoor, boven de 100. Tjonge, jongen. Dat denk je hiervoor. En weer de leg die King is begonnen. Vooral de legs die King begint, speelt Stompé heel sterk. Hoeft niet eens voor de triple 18. Doet het wel. De King heeft geen finish over. Je zit er nu wel op dubbel 16, dus deze 72, triple 16 en dubbel 12. Jongen. Vijf legs gespeeld, jongens. En vijf legs gepakt door Ko Stompé. Ja, zo langzamerhand zal het in het hoofd van Mervyn King ook gaan spoken nu. 140. Je krijgt langzaam visioenen van 10 jaar geleden binnen. Ja, want dat was de 2000 editie. Dit is de 2010 editie. Van weliswaar een ander WK, maar van een WK. Dat zijn twee zeer ervaren mannen natuurlijk.
Spelen allebei op een 14e WK. Geweldig! Zo gaan we al richting de winst van de tweede set. Niet te vroeg uitspreken, dat soort winstgedachtes. Ja goed, we moeten hij gooien. 100. Is te weinig voor de finish. De 6 darts voor die 136. Ja, zoals je ziet, nu staat te gooien. Kan het in 3 ook. Begin met triple 18. Dan gaat hij naar de bullseye toe, denk ik. Ja, en dan naar 17. Het is een aparte manier om op topside te komen. Zoals je Iris Bray ook kijken. Doe die nou. Ja, ik verwacht 100. Hem ook niet. Het is voor 2-0 voor in sets. Tops voor Stompé. Hij heeft nog geen leg verloren. Het is briljant wat Ko Stompé staat te doen. En die afstand klopt. De afstand tussen Stompé en King zoals ze van het podium lopen. En de manier van lopen zegt alles over hoe de wedstrijd zich tot nu toe aan het ontwikkelen is. Een prachtige voorsprong van Ko Stompé. Hij leidt tegen Mervyn King met 2-0. Thank you, ladies and gentlemen. Third set. First leg is Mervyn to throw first. Game on! Ja, en voor King betekent nu alleen het mot. Ja, nu is het al geen mogelijkheid, maar dit is al meteen een set onder volle druk. En als Stompé hier gewoon de rust kan bewaren, gewoon kan blijven gooien. Ja. Ja, je weet nooit wat er mogelijk is natuurlijk in deze set ook nog. King begint met 60. 100. Het is een goede mix bij Stompé, vind ik, vooral van concentratie. Maar toch ook even dat afreageren als je een goede finish gooit of iets dergelijks. Even die adrenaline eruit laten. Beetje in twijfel dat die laatste. King met zijn 280 in deze wedstrijd. Sterker nog, hij begon volgens mij, ja. De eerste pijl was gewoon 180. Of de eerste 3 pijlen. 96. Mervyn, you require 120. Nou, daar heeft hij dan de ruimte voor, Mervyn King. Dus hij mag naar bullseye, maar dat zal hij niet doen, toch? Ja, King doet het meestal wel gewoon. Dus ook voor hem natuurlijk, hè? Je wilt het goede gevoel te pakken. Maar als je meteen die 121 erin gooit, dan heb je ook meteen het gevoel van, oké. Okay. Nadeel is, als je terugkomt, moet je dus terugkomen voor 25. Ja. En dan weet je dat je tegenstander wel dichterbij staat. Mervyn, you require 25. Twee pijlen voor dubbel 8. Het finish gaat er niet goed af. Nee, 0%, hè? 0 uit 10 of inmiddels. Dit zou een smerige zijn, zeg. Triple 19 voor tops. Dat is jammer. Ja, King komt echt in het probleem als Stompé straks moet aanleggen voor dubbel 12. Met name in de kop. Net had hij die. Ja, deze vindt hij. Zijn eerste dubbel die hij pakt. Ja, met Stompé dus op dubbel 12. Dus je weet ook, je kan je ook niet veel permitteren. En Stompé gooit met zijn eigen pijlen. Hij had ook met iemand anders pijlen kunnen gooien. Ja, mooi verhaal inderdaad. Hij speelde de eerste ronde tegen Steve Mays. Ko Stompé. En Mays, na afloop van die wedstrijden, liep naar buiten toe. Gooide meteen zijn pijlen weg. Buiten. En Ko had er één gevonden. Dus die had hij meegenomen naar huis. En hij kwam vanmorgen weer in Ali Pally. Ging even